Geer een Schoenkeleer. En hier werd ik gooi heel erg van Schoenkeleer. Maar Kelly van der Lump die had nog veel meer van Schoenkeleer. We gaan naar liedje nummer 17. En dat liedje nummer 17, dat komt uit Heil. Joost van Lier, daar spreken weer. Joost, de bus één van de vijf mensen wo uit Schöppen Oors bestuit. Hebben ze die anger weer? Ja, we zijn met drie Heilse jongens, waar ik er dan geen van ben. En daar is het één met de Goos. En later zijn er twee boetedorpsen bijgekomen. Eén uit Halen/Nuenen en één uit Roggel. Ah, dat is allemaal wel een klein beetje in het Midden-Limburgs. Siem Scheren, ja. Sam Driessens, Bram Verstappen en Sam Lemmens, dat zijn die andere veer. Je hebt een liedje, Doet mijn beer maar in een tuutje. Ik denk dan, een beer in een tuutje, dat liet me heel erg smerig. Hoe komt dat idee vandaan? Nou ja, we hebben het niet zelf bedacht natuurlijk, want we hebben een schrijver, David. En ja, hij kwam er, hij heeft ons verteld dat erop is gekomen dat iedereen nu in deze tijd eten afhaalde vooral. Maar eigenlijk geen drank. En zodoende is er eigenlijk dat idee ontstaan. Ja, en wat duist met dat pilsje? Wat ze dan in een tuutje met een hoesnums? Ja, dan geeft ze naar de barman en dan zegt ze van, ja, ik heb een tuutje beer, of ik heb een leeg tuutje, heb ik in de beurs. En dan zegt ze, shut me thuis vol. En dan neemt ze zich met een hoes en voor het ontbijt de dag erop, dat er makkelijk in gaat. De kent ze weer gewoon beginnen, hoe ze s'avonds uitje chatbus. En dat is met die vaste lovers eigenlijk meestal ook het beste. Hé, hey, er zijn jonge gasten. Is het voor hun een debuut in de halve finale van de LVK? Ja, dus sowieso de eerste keer dat we ook in hebben geschreven voor het van LVK. Ja, ja, ziek dat we direct hebben door mogen dringen tot aan de halve finale. Ja, ik wil nog heel veel succes wensen in ieder geval. We gaan hier op alle eind kijken door de clip van Schöppen Oors. Het liedje Doet mijn beer maar in een tuutje.